Super leuk dat jullie kijken naar deze allereerste video van mij. Ik ben Juliette en ik ga voor jullie filmpjes maken over make-up, je haar, nagels lakken, van alles en nog wat. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je zelf een lipscrub moet maken. Nou, voor iedereen onder ons die niet weet wat dat is. Dit is een lipscrub die je kan kopen in de winkel. Dat ziet er zo uit. Het lijkt gewoon op een lippenbalsem. Maar als je goed kijkt van dichtbij, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, zitten er korreltjes in. En als je dat op je lippen smeert en je gaat er even overheen, dan gaan alle velletjes die je hebt, die gaan weg. Nou, dit kost denk ik iets van 10 euro als je dat in de winkel koopt. Dus wij gaan hem vandaag zelf maken. Het komt wel iets anders uit te zien, maar het werkt hetzelfde. Je kan verschillende lipscrubs maken en ik ga er vandaag 2 laten zien. Wat heb je nodig voor de eerste lipscrub? Suiker. Kan alle suiker zijn als het maar van dit soort bolletjes zijn. Dus van dit soort kristalletjes. Dus geen poedersuiker, want dan haalt het niet de velletjes weg. Want je hebt juist die korreltjes nodig om dat weg te halen. Dan heb je nodig olie. Ik gebruik olijfolie, maar je kan elke olie gebruiken die je gewoon thuis hebt. En limonadesiroop. Dit gaat het lekker laten smaken, want je kan het ook opeten. Dus dan heb je lekker smaakje van je limonadesiroop en het wordt een leuk kleurtje. Dan heb je nodig een bakje om het in te mengen. Een groot lepeltje en een klein lepeltje. Voor de tweede lipstick die wij gaan maken, heb je ook weer suiker nodig. Dus dat heb ik hier. Honing. Dit is verzorgend voor je lippen en het geeft een lekker smaakje. Weer wat olijfolie om je lippen ook te laten verzorgen. Maakt niet uit wat voor olie. Ik gebruik olijfolie. Een bakje om het in te mengen. Een grote lepel en een kleine lepel. Laten we beginnen met de limonade lipscrub. Oké, we beginnen met het lege bakje en het grote lepeltje. Wat je doet, is je doet 2 scheppen suiker in je lege bakje. 1. En 2. Dan pak je de limonade siroop. En het kleine lepeltje. En doe je 1 lepeltje bij de suiker. Zo. Vervolgens doe je ook hetzelfde kleine lepeltje en de olie erin. Dus weer zo'n lepeltje olie. Gaat bij de suiker en de limonadesiroop. Zo. Als het iets meer is, maakt dat helemaal niet uit. Dat ziet er dan zo uit. En dan gaan we dit even goed door elkaar roeren. Je zal zien dat het een beetje bij elkaar gaat klonten, maar dat is ook de bedoeling. Als je lipstick goed door elkaar hebt gemengd en het ziet er zo uit, dan ben je klaar en kan je hem gaan gebruiken. Voordat ik ga laten zien hoe je je lipstick kan aanbrengen en hoe je hem gebruikt, ga ik eerst snel de volgende even maken. Zo, ik heb er even op een rij gezet wat je allemaal nodig hebt voor de honinglipscrub. Laten we snel beginnen. Oké, bij deze lipscrub is het eigenlijk hetzelfde, maar ik ga toch even laten zien hoe je hem maakt. Dus, je hebt weer nodig je kommetje en je grote lepel. Je doet weer 2 schepjes suiker in je lege bakje. Zo. Dan pak je de honing. Daarvan doe je 1 lepeltje bij de suiker. Zo'n klein lepeltje. Die we net ook gebruikt hebben. Dus zo. 1 lepeltje honing gaat erbij. Even alles eraf schrapen. Zo. En dan pakken we weer de olie.
En doen we een klein lepeltje olie erbij. Oeps, iets te veel, maar zoals ik net ook al zei, het maakt niet uit als het iets te veel is. Nou, dat ziet er ongeveer zo uit. En nu ga ik dit even door elkaar roeren. Zo, nu heb ik alles door elkaar geroerd. En zoals je ziet, is deze structuur heel anders dan die van de limonade. En dat komt omdat de honing veel dikker is dan limonadesiroop. Dus daarom is het ook minder vloeibaar en minder een klomp. Kijk, dit is de limonade. Zie je, het is veel meer bij elkaar, veel compacter. En dit is die met honing en die is iets kruimeliger. Maar dat geeft helemaal niet. Het werkt allebei net zo goed. Dus ik ga nu laten zien hoe je deze lipstrippen gebruikt. Oké, ik ga laten zien hoe je het gebruikt. Ik ga beginnen met de limonade lipscrub. Nou, wat je doet is je pakt gewoon een beetje zoiets, zoveel ongeveer op je vinger. Op je vinger en dat doe je gewoon op je lippen. Zo. En dan ga je gewoon er overheen wrijven met de scrub. Hier komt hij. Als je dat gedaan hebt, kan je het gewoon opeten. Het is gewoon helemaal eetbaar. Vet lekker. Zorg ervoor dat je een bakje onder je hebt staan of iets, want het kan een beetje gaan kruimelen. Zo. En in dat raam kan je dus gewoon opeten. Vet lekker. Wel even je handen wassen daarna, want die zijn een beetje vettig en viezig. Nou, zoals je ziet, zien mijn lippen er weer goed uit. Ik ga ook voor jullie nog even de honing lipscrub testen. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Honing lipscrub. Pak ik weer wat van. Zo. Mijn lippen zijn lekker gescrubt. En als je nu lipstift op doet, of lipgloss of iets in die richting, zit het veel mooier omdat je gewoon mooie, gladde en verzorgde lippen hebt. Ik ga het even opdoen en ga ik laten zien. En zoals je ziet, helemaal geen velletjes. Ik heb deze lipgloss lipstick gebruikt van Chanel, maar je kan gewoon elke lipstick of elke lipgloss of lipbalsem iets voor op je lippen gebruiken wat je wil en het ziet er super mooi uit. Nou, zoals je ziet heb ik nog best wel veel over. En je kan het gewoon bewaren in een plastic zakje of in een tupperware doosje die je weer open en dicht kan doen. Je kan het ongeveer een week bewaren of iets langer. Dus dan kan je gewoon elke dag een beetje opsmeren en aan het einde van de week is hij dan als het goed is op. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben en dat jullie het gaan proberen. Ik vond het heel leuk om te maken, dus ik zie jullie weer bij het volgende filmpje.